Hallo mensen, tof dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Rick. Vandaag spelen we Farm Simulator 15 op onze nieuwe map. En we gaan maar even een stukje gras schudden. En we staan op een verkeerde farm, dus tabben we even hier naartoe. Dit is onze trekker die we niet gaan gebruiken. Want we gaan schudden en dan gaan we deze glaas doen. Lijkt me gewoon het makkelijkst. Doe die deur even open. Dan koppelen we de schudder aan. Oh, niet zo hard achteruit, joh. En dan geven we gas vooruit en dan rijden we naar het veldje toe. Dus. En deze deur open, ja. Oké, je gaat niet verder dicht. Ik denk, nou ja, laat die deur anders ook maar lekker open staan, joh. Oké, deurtje dicht. Ik vind deze trekker best wel mooi. Mooi zwaar lampjes, mooi klein. Ja, dan moet ik die kant op, ja. Oh, jemig. Ja, dat is dus niet de bedoeling, hè. Ik rij hem bijna vast op de messilo. Oké, let's go. Hoe hard staat mijn geluid eigenlijk? 10%, oké, dat moet goed zijn. Gas op die lolly. Nee, niet het hek in. Oh. Ik ben benieuwd hoe lang dit gaat duren. Als het een beetje opschiet, kunnen we misschien ook nog wel een stukje arken. Dat zou misschien kunnen. Want we moeten dit stuk harken. Het is al een beetje aangegroeid. Ja. Maar dat gaan we inkuilen dus. Ik weet niet of ik genoeg gras heb om af heb gemaakt om in te kuilen. Maar ik heb dit stuk ook nog. Wat we gaan inkuilen. We hebben al een heel groot ander stuk eraf gemaakt. En dat gaan we in balen doen. Is dit nou het Renault, een Renault dashboard? Of niet? Met zo'n Renault metertje of heb ik het nou fout? Volgens mij wel toch? Maar wel, ja. Oké, oh. Hey, joh. Oh. De motorkap kan wel door de boom, maar de cabine niet. Nice. Oké, deze trekker stuurt niet helemaal fijn, maar ja. Oh, je moet hier al zijn, joh. Klap me hier gewoon uit. We moeten dit stuk schudden. Het grootste stuk van allemaal. Dat we hebben afgemaaid tenminste. Ik weet niet of het grootste grasland is in de map, maar op zich nog een breed schuddetje hoor. Ik heb hier ook even de kantjes eraf geharkt. Want ligt grasig overal. Dat is natuurlijk niet zo fijn. Misschien was het ook wel een mooi taakje voor de vent. Die jaagt hem misschien in één keer eroverheen. Dat is klaar. Ah ja. Maakt ook niet uit. Dus misschien knip ik er wel af en toe een stukje uit of zo. Dus. Ja, we hebben ook alweer de 36 subs. Vandaag dat ik het opneem heb gehaald. Ik weet niet, deze video ga ik tenminste niet vandaag online zetten. Die komt online door de week, want vandaag is zondag. Dus ja, hou ik nog meer zeggen, vandaag is zondag en deze video komt misschien maandag. Er kan maandag zondag komen tot en met vrijdag, maar dat hoeft, ja, dat denk ik wel. Ik kom vandaag niet online in ieder geval, dat probeer ik te zeggen. Want ik had niks te doen. Dus denk ik, laat ik een video gaan maken van Farm Simulator. En ik wilde graag iets verder in deze map spelen. Dus ja, why not? Maar ja, verder heb ik ook niks te zeggen ofzo. Oh ja, bij de 50 subs, ik weet niet of ik het al ooit een keer heb verteld. Bij de 50 subs heb ik hele toffe ideeën.
ook wel ideeën. Bij de 100 subs heb ik ook wel vast wat ideeën, maar voor de 50 subs ook wel. Het zijn simpele ideeën, maar wel leuk. Dus wil je nou de ideeën weten, vraag even of iedereen die je kent op mijn kanaal wilt abonneren. Want dan hebben we nog sneller de 50 subs en dat idee nog sneller in vervulling. Weet je toch? Ja, het zal wel. Oké, deze schudden pak ik even breed mee als de maaier. Als de maaier heeft gemaaid. Of misschien, ja, misschien iets smaller net. Maar ja. Dus dan nog een heel stukje schudden. Ik zal er ook wat stukjes uitknippen, oké. Fuck jou, dat kleine stukje. Oh, dat gaat echt een uur duren, man. Het ging ook al direct fout, hè. Zo. Toen net toen ik wilde wegrijden, bots ik direct tegen de mestcontainer aan. Bam, jongen. Nou, een beetje simpel is de cabine wel. Dat is wel jammer. Oh, je mag die achterkast niet schudden. Dat is lang, joh. Shemig. Dat is niet normaal. Of zit die schudden nou gewoon zo ver weg van te trekken? Zijn die achterkast van de zoek schudden die is altijd zo lang? Laat mij even weten in de reacties of ze altijd zo lang zijn of wat. Want die is echt wel heel lang. Of zit. Ja, of schudden ze gewoon heel, heel ver van de trekker af. Ik vind het wel een grappig trekkertje. Ik rij heel weinig met Klaas trekkers Farm Simulator. Het zijn wel mooie trekkers. Maar je doet er toch heel weinig mee met Klaas trekkers. Dus. Oh, ik ga zo echt stukjes uitknippen, anders duurt deze video echt een uur. Ik ben nu al meer dan bijna 8-9 minuten bezig. Ja, kan maar zo. Dus ik moet er echt even stukjes uit gaan knippen, anders duurt deze video echt een uur. Dus ja, daarom kunnen de. Daarom zit de video misschien wat anders eruit dan stukjes zijn uitgeknipt. Dus ja, we gaan gewoon rustig verder. Nee, maar dat is gewoon ook niet leuk als je naar een video moet kijken die een uur duurt. Dat is niet leuk. Maar hier langs zat ik ook wel even mogen haken. Maar even kijken hoe ik dat wil gaan doen met de haren langs de boom heen. Ja, moet ik even kijken of hoe ik dat ga doen. Dat stukje gewoon als laatste doen. Een van de laatste stukken doen, denk ik. Maar die pakt niet altijd alles mooi mee. Tenminste niet in deze map. Dat is iets
te veel gas gegeven net, te veel. Maar ja. Nou, ik kan net 4 baantjes meenemen. Gemaaide baantjes. Dus, dacht dat ik 3 kon meenemen. Toch niet goed gekeken. Laten we een stukje liggen. Jammer. Dat is jammer. Oké, volgens mij zijn mijn vader en moeder weer thuis. Net te laat begonnen met opnemen. Scheiße. Maar. Het is niet anders. Ja, ze zijn thuis. Ik hoorde de deur. Hier heb ik iets van een bocht gemaaid. Ja, mijn schaamte. Ja, supermooi hoor. Supermooi. Even de deur dicht. Zo, en we gaan verder. Ja. Ik hoef niets te doen. Handjes los. Oké. Nou, we gaan toch maar sturen. Schat het ding alle kanten op. Of één kant. Maar dat is niet handig natuurlijk. Wordt het gras nou korter als je 2 keer met de schudder overheen gaat? Kan maar zo. Ja, gaan we even schudden vandaag. Dat is onze dagtaken. Maar mensen, deze video duurde serieus en nu al 15 minuten als ik niks eruit had geknipt. Dus ik ga er echt gewoon een stuk uit knippen, anders duurt hij echt veel te lang. Dat is niet de bedoeling. Jongen, doe even rustig, mijn video aan het maken. Ik probeer de cruisecontrole uit, maar dat lukt niet helemaal.
Ja. Hoi, Shaki. Hoi. Ga je helemaal niet aankleden vandaag? Nee, ik ben vier aan het maken. Oké, mensen, we zijn al een aardig stukje op weg. Dat is wel mooi. Is het geen turbo knopje of turbo hendel in de trekker of zo? Nee? Ah, jammer toch. Dat is echt jammer hoor. Dat je gewoon 35 km gaat in plaats van 50 km per uur. Dat zal vet zijn. Volle gas, ja, zo hard niet te schudden. Zo, is dit het laatste stukje alweer van dit veld? Dus ja. Dan wordt die video ook al lang zat. Ik denk niet dat ik meer ga harken. Want dan duurt die echt gewoon veel te lang, deze video. En we zijn klaar, ja. Zo, en nu gas op die lolly naar huis toe. Ja. Zo'n lampje zo, gewoon met die banaan. Kom op jongen, inklappen, we moeten de weg op. Oké. Vol gas. Over de weg. Je auto, ga eens aan de kant, man. Zet me in de weg. Hé, hey, auto. Hé, hé, jongen. Hé, hey, jongen. Hé, hey, je staat me niet aan, wist je dat? Hé, hé. Oké, grapje. En we gaan verder. Dit ding gaat harder dan het metertje zegt, man. Maar, dat maakt mij niet uit. Hier, auto. Yo, spookrijden. Ga ik eroverheen? Nee. Die auto is sterker dan mij, man. Dat klopt niet. Hij had kapot moeten zijn. Oké. Okay. Oh, niet in mijn zin. Ja, nu haalt de mafcase mij weer bijna in, hè. Dat is niet de bedoeling. Dit gras hier is al aangegroeid, man. Ga ik nog een keer maaien. Oeh. Anders ga ik een gedeelte wel offscreen harken en een gedeelte wel onscreen, man. Ja, oh, laten we hier een keer afgaan. Hey! Die auto's zijn echt asociaal hier, man. Oh, nee, nu zit ik in een muurtje. Of ik ga gewoon niet rijden. Welke trekker zullen we mee gaan harken eigenlijk? Laat mij even weten in de reacties. Ik denk persoonlijk dat het mooi is om met de Lamborghini te doen. Met die witte door. Zo mooi denk ik. Ik denk dat ik dat gewoon ga doen met die witte. Waar wil ik deze eigenlijk neerzetten? Oké, volle ras achteruit. Oh, ja. Shovel die bugt soms een beetje, jongens. Dat is een beetje jammer, hè. Kijk. Kijk hoe je dat maakt. Hier, bolpel schiet je naar je vooruit. Maar de bug de bak soms een beetje. Maar oké, zo maak ik dat. Kijk, nu is die bug weg. Wel grappig dat hij hef heeft. Maar oké, dan wil ik jullie voor nu... Bedankt voor het kijken naar deze video. Like, reageren en abonneren, zeg ik. Later.